Hey lieve mensen! Vandaag weer een nieuwe vlog van Side by Side Worldwide. Dit keer zijn we in Honfleur, een van de gezelligste stadjes van Normandië. Zoals je ziet is het historische centrum van Honfleur voor het grootste gedeelte gespaard gebleven tijdens de oorlog. Zo goed als alle historische gebouwen in Honfleur zijn al enkele eeuwen oud en bevinden zich in uitstekende staat. Wat een geintje, hè? In Honfleur heb je ook een kerk die helemaal van hout is gemaakt. Ik hou er nooit zo van om kerken te bezoeken en laat me meestal meeslepen door Tom. Maar stiekem vond ik het deze keer toch wel een beetje mooi. Een koekoeksklok. Er zitten echt vogeltjes in. Wat schattig. Dit zijn allemaal leuke schilderijtjes. De haven van Honfleur is een van de gezelligste en meest toeristische haventjes van Normandië. Op warme zonnige dagen wemelt het hier van de toeristen. Kijk, alle terrassen zitten goed op de menukaart van de meeste restaurants vind je typische gerechten uit de streek. Wij zijn er dol op. We hebben veel vis gegeten en de Normandische appeltaart was heerlijk. Lekker mochtjes en frieten. En dan toppen. Hoop dat jullie een goede indruk hebben gekregen van Honfleur. Wij vonden het in ieder geval gezellig. Benieuwd naar meer van onze avonturen? Check ons kanaal. Doei!